Dan wordt de frituur open laten gestaan, dat heel de keuken vol ligt met vet. Dat je zeg maar niet meer rond kan lopen, dat iedereen gaat schaatsen is of ja, van alles. Er gebeuren soms zo rare dingen, maar dat maakt het werk ook leuk. Ik ben Kevin Sanders, ik werk als kok. Dat doe ik nu al 8 jaar. Ja, altijd met heel veel plezier sta ik hier in de keuken. Ja, onze werkdag ziet eruit. We hebben 3 starttijden. We beginnen om 11, dan open je de keuken. Dan zorg je dat alle start klaar staat voor de hele dag. Of we beginnen om 12. Dan gaan we de lunch draaien voor heel het restaurant. En om 4 uur dan begint het diner en dan sluiten we de keuken daarna af. En daarna dan ben je nog even met z'n allen aan het poetsen. Vaak zit er heel veel gezelligheid bij het poetsen. En daarna dan sluiten we meestal even de dag af met z'n allen en doen we nog even een nabuurt en of een drankje nadoen. De leukste hier aan het werken vind ik gewoon met z'n hele team, zeg maar. Gewoon samen tot 1 product werken en samen de gast blij maken. Gewoon met z'n allen 100% inzet geven. En gewoon zorgen dat de gast tevreden is en dat de gast geniet van zijn dag, geniet van zijn verblijf op de camping. Nou, ik denk dat iedereen hier wel gemeen heeft, dus dat iedereen ook wel zin heeft om te werken, iedereen wil werken, want het is heel flexibel. Dus wanneer je wil werken, kan je werken. Dus dan heb je ook zin om te werken. Je hoeft vooral niet te kunnen koken, dat leren we echt wel, dat komt echt wel goed. Je moet gewoon willen werken en gewoon leergierig zijn naar bijvoorbeeld de processen erachter en hoe het hier aan zijn werk gaat. En het maakt niet uit als je helemaal niet kan koken, als je nooit een eitje hebt kunnen bakken, dat leren we je allemaal hier. Maar je moet gewoon plezier in je werk kunnen hebben en gewoon lekker kunnen werken.